Dat is straks in het Sportjournaal. Nu verder met Joey. Hij is een jongetje van 7. En dat bevalt hem helemaal niet. Joey speelt liever met poppen dan met Lego. Hij maakt zich liever op met make-up dan dat hij buiten lekker voetbal speelt. En Joey wil ook liever Jody heten. Hij is een meisje van 7 in het lichaam van een jongetje. Ik kwam opeens toen ik naar bed moest. Toen opeens had ik het gevoel dat ik dat er iets niet goed was. Toen moest ik ook huilen. Toen kreeg ik ook tranen, maar ik wist niet wat er gebeurde. En ik zei, mama, ik voel me eigenlijk een meisje. En toen keek mama heel verschrokkend. Ze zei, nee, maar je bent toch een jongen? Zei ik, nee mama, ik wil een meisje zijn, heel graag. Hoezo wil je een meisje zijn? En toen zei hij van ja, ik voel me anders. En ik ben niet blij met mijn piemel. Ik ben niet een jongetje. Dit is Joey, nu 7 jaar, geboren als een jongen. Hij heeft liever dat we hem Jody noemen, want hij wil een zij worden. En Joey wist dat al erg vroeg, al was het niet altijd even makkelijk. En ze heeft wel eens gezegd, als ze dan gepest wordt buiten, als ze echt aan het spelen zijn, dan zegt ze wel eens van, ik ben niemand, ik ben alleen. Of dan denk ik van, waarvoor ben ik nou zo? Ik moet gewoon een normaal kind zijn. Op zijn 3e al begint Joey zich te verkleden als meisje. Aan Sinterklaas vraagt hij geen auto's of Lego, maar make-up en haarspeltjes. In plaats van te gaan voetballen, helpt hij liever zijn moeder in het huishouden met koken. De verkleedpartijen houden aan. Voor zijn ouders zijn het de eerste signalen dat er misschien iets niet helemaal klopt met hun kind. Met 4 jaar, toen kwam hij eigenlijk de trap af en zei mama, wanneer mag mijn piemel eraf? En toen dacht ik, hè. Vreemd, want een kind hoort niet met die gedachten te lopen. Ik heb me toen aangemeld bij het ziekenhuis. En toen is er uiteindelijk dus geconstateerd dat het een genderdysforie-stoornis is. Genderdysforie is een psychische aandoening die maakt dat kinderen zich niet thuis voelen in hun lichaam en zich identificeren met het andere geslacht. En dus voelt ook Joey zich geen jongen, maar een meisje. Zijn jongenslichaam wil hij niet. En hij doet er alles aan om dat te verstoppen. In het begin zette ik me een beetje tegen af. Want zo zijn mannen toch, ja, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, zeggen we in Nederland. Maar ik ben er later gaan over nadenken en de gedraging al, ja, ik vond het raar. Ik had het ook nog nooit meegemaakt. Maar kijk, nu is het gewoon heel gewoon voor ons. Want mensen om ons heen nu uit de media ook van ja, zielig voor hun en moeilijk. Tuurlijk is het moeilijk, maar bij ons is het gewoon meegegroeid. Ja. Het is gewoon. Het is voor ons gewoon. Het is gewoon een dochter voor ons. En je hebt één plek waar je natuurlijk jezelf mag zijn. En dat is thuis. Hier is ze thuis. Hier mag ze zijn wie ze is. Ja. Wou je geen kort haar? Vond ik niet mooi. Maar van mama moest het wel. Maar toen opeens was het helemaal al tot hier. En toen zei ik, mama, ik wil het niet meer afgeknipt hebben. En ik laat het helemaal op mijn kont groeien. Zelf nog langer. Moeder Ilonka krijgt vaak kritiek omdat ze er Joey laat uitzien als een meisje. Ze zal wel liever een dochter hebben gehad, klinkt het dan. Nou, ik heb wel eens gezegd van, ja. Je bent toch een jongen en ik heb hier een leuke broek of een leuke trui. Doe dat eens aan, het staat stoer en weet je het zeker? Hoe komt dat? Ook de oudere broer van Joey, Damien, twijfelt er niet aan dat Joey eigenlijk zijn zus is. Ik doe stoer en zij doet tuttig. Zij draagt rokjes, ik normale dingen gewoon als jongen. Ik praat een beetje zware stem en zij heeft dan zo'n hoge stem. En ze slaat ook echt als een meisje. En daarom hoop ik ook wel dat ze snel 18 wordt. Dan kan ze ook die operatie laten doen. Maar of het tot een operatie komt, is alles behalve zeker. Want tijdens de puberteit kan alles nog veranderen.
Amper 2 van de 10 kinderen die genderdysforie hebben, worden later ook transseksueel. Over het hoe en waarom tast de wetenschap in het duister. Misschien komt er nog eens een wetenschapper die... Als wij misschien over 5 jaar weer met elkaar praten, dan kan er misschien hier antwoord op geven. Ik weet het niet. Nee, is moeilijk. Het was makkelijker geweest als ik het al wist. Dan kan je het uitleggen aan het kind. En nu moet ik het eigenlijk ook laten zoals het is. En zeggen, ja, het is niet anders. Mama weet niet hoe het komt. Pepsi! Pepsi Cola! Nora! Mama zei van, Joey, voor mij ben je gewoon mijn gelukkige kind. En je moet gewoon gezond blijven. En mij maakt niks uit wat je bent, een jongen of een meisje. Dus mama maakt het niks uit. U zag Jody in een reportage van onze Belgische collega's. Nu verder met de sport. Goedenavond.